Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier bij de sportschool. Nee, grapje, de fysiotherapeut. Dat wou ik wel doen, hè? Ik sta bij de fysio, bij Raymond. Vorige keer zei ik sportschool, maar er is echt een groot verschil tussen sportschool en fysio. Dus dit is, nou, er staat daar wel, sportmedisch trainingscentrum. Ja, omdat we ook wel veel training geven, zeg maar. Dus het is, de basis is fysiotherapie. Ja. Maar we doen ook veel sportbegeleiding en revalidaties en mensen weer optrainen. Dus vandaar dat we de combinatie hebben gekozen tussen sportmedisch training. Dus eigenlijk kan ik gewoon zeggen dat ik onder begeleiding sta van jou. Dat, jij bent mijn begeleider. Ik ben jouw begeleider. Ja. Yes. Ja, ik krijg daar ook extra voor betaald. Dat is mooi, dat is mooi. We gaan een spelletje doen. En dit vind ik wel heel erg tof van Raymond. Raymond is net als ik. En dat vind ik ook leuk, want Raymond die weet een beetje wat ik leuk vind. En die heeft manieren om mij actief te krijgen. Sterker nog, even een verhaaltje. Even heel in het kort en dan gaan we beginnen. Gisteravond heb ik een livestream gedaan van 5 uur. Ik was echt uitgeput. Uiteindelijk werd ik... om 2:15 pas echt moe en viel ik in slaap. Toen heb ik net voordat ik in slaap viel Raymond geappt van Raymond, ik heb echt te weinig slaap. Ik ga niet komen morgen, het spijt me. Ik voel hem niet. Vanochtend werd ik uit mezelf zonder wekker wakker, op tijd. En toen dacht ik van, ik ga wel gewoon heen. Ik moet gewoon heen gaan. Ik moet gewoon naar de fysio. Ik moet bezig. En toen zei Raymond, ik wist het. Ik wist wel dat het zou komen. Strijder. Dus hier ben ik. En we hebben wel eens als warming-up spikeball gedaan. Zo heet dat toch, spikeball. Ja, heel goed. En we gaan nu iets doen. Het is echt... Mag ik hem heel even laten zien? Hoe heet het eigenlijk? Liaka heet het volgens mij. Een liaka? Ja, maar ik vergis me altijd in de naam. Dus het kan ook anders heten. Maar... Oké, okay, nou het is in ieder geval... Het is een heel oud dingetje. Een grappig dingetje. En die kan je dus slaan. Ja. En je kan hem schoppen. We gaan 20 keer overslaan. Eerst gewoon eens overslaan. En daarna gaan we het even uitdagen. Dan verbinden. Het is wel goed voor ook je verkeerde... Oh. Ik ben rechts, niet links. Het is wel goed voor je slechte armen. Ja, zeker. Ja. Okay. Dat is 20. Nu gaan we, als je met rechts hebt geslagen, moet de volgende keer met links zijn. Okay. Ja? Ja. Dat is bijna een smash voor jou. Dat is wel lekker hoor. 15, 16, 18, 19, 20. Okay. Maar nu moet je dus rechts, links voet. Oh. Rechts? Nee, dat is links. Oh. Rechts. Ja, ben je wakker? Rechts. Links. Voet, voet, voet. Ja! Ja! Links. En jij deed links. En rechts. Genoeg. Oké, ja, dit is een manier van warm worden dat je het gewoon naar je zin hebt. En gewoon plezier aan het maken bent, maar toch die warming up heb gehad eigenlijk. Oh, ik ben toch wel buiten adem eigenlijk als ik het zo merk. Zo vaststaan? Ja, gewoon binnenhalen. Nergens over nadenken, gewoon binnenhalen. Eerst keer weer licht, ik ga iets zwaarder maken. Stop. Alright, pak jij het puntje? Pak even het uiteinde. Hoppakee. Oké, kom maar zitten. Boom. Nou, het begint alweer pittig te worden, dames en heren. Ik heb net dus een paar keer op de grond gezeten, die slee heen en weer getrokken. En nu ga ik een oefening doen die ik... best wel moeilijk vond de allereerste keer dat ik hem deed. Maar hoe vaker je de oefening doet, hoe meer grip je erop krijgt, hoe beter die gaat en hoe leuker het wordt meestal ook. Ik kan niet dat ik mis je nu. Oh, die was echt killing. Die was echt heel erg killing. Maar deze keer doe ik hem al met gewicht. Vorige keer was het alleen de slee, dus vooruitgang. Marvin is er natuurlijk ook bij. Die is ook lekker aan het trainen. Heerlijk hoor. Kijk eens even. En ze heeft een nieuwe camera natuurlijk mee. Oh, die staat hier. Hoi joh, wat een statief. Ik heb nog nooit een statief gezien zoals dit. Hij blijft gewoon goed staan. Hij is zo hoog.
Ik heb nu 2 oefeningen gekregen van Raymond die ik echt serieus superleuk vind. Ik krijg wel lekker ilt op mijn handen hiervan, maar dit is wel echt superleuk. Doet me denken aan mijn schooltijden. Ik moet namelijk op deze bars moet ik gaan slingeren. En zo net ging dat heel goed, dus ik krijg nu een leveltje erbij. Ik ga straks hier proberen omhoog en dan naar de overkant. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Maar eerst eventjes met de blauwe dumbbell. Kettlebell. Blauwe kettlebell. Goed concentreren, over die heup. Netjes. Ah, perfect, dat is ook weer. Oké, pakken we even wat magnesium. Nou. Volgens mij is het moeilijker dan het lijkt. Als je het voordoet, moet het altijd makkelijk uitzien, hè? Ja, dat is waar. Toen dacht ik, die ga ik ook doen. Oké, there we go. Ja, heel netjes, man. Keurig. Eentje hoger, en weer naar beneden. En door. Oh, kijk hem gaan dan. Ja, dat is voor mij weggelegd. Ik wil niet veel zeggen, maar die missie gaan we eigenlijk vandaag halen. Ik denk het ook. Raymond zei, als we lekker een beetje verder zijn met trainen, dan gaan we daar beginnen. Dan gaan we helemaal omhoog. En dan gaan we van omhoog weer naar beneden. Ja, dan ga ik straks gaan we zo proberen, toch? Denk ik ook. Oh, dit gaat lekker. Nou, wel dus het eelt erop. Ja, ik denk dat ik deze motoriek nog gewoon heel erg heb van de basisschool, van buiten spelen. Met de rekken. Lekker slingeren. Oké, challenge. Beetje magnesium op mijn handen. Hier beginnen en daar ook eindigen. Gaat. Oh. Oh, lekker hoor. Kom op. Kom op. Naar het einde. 2 handen. Oh, nice. Yes. Oh. Wow, heel nice. Dat was toch zwaar dan ik dacht hoor. Ik zag het. Ik denk, ik hoop dat hij het niet haalt. Want dan kan ik de volgende keer. Oh. Nice, babe. Oh. Heel goed. Dames en heren, dit was het begin van de dag. Heerlijk. Het is 11:15. Super netjes. Jij lekker getraind, ik lekker getraind. Yes. Oi, oi, oi. Gaan we nu ons klaarmaken voor meet and greet weekend. En dan na het weekend gaan we met de camper op reis. Heerlijk nummer. Ed Sheeran, Two Step met Lil Baby. Super lekker nummertje. En ja, het is lekker weer. Dus het dakje laten we open. Ja, lekker. Gewoon lekker naar huis rijden. En we gaan weer verder met de camper inpakken. De laatste dingetjes. En dan gaan we serieus later vandaag met de camper weg naar het noorden van het land. En dan gaan we daar al lekker overnachten. Niet in de camper nog, maar we gaan het allemaal uitleggen. Komt goed. Eerst nog even de spullen inpakken. Hier dus de cadeautjes, de gewichten en het matje voor Myron. Ja. En nog wat andere dingetjes om mee te nemen. Gewoon praktische dingetjes. Maar natuurlijk ook van die leuke spelletjes en dingetjes. Denk bijvoorbeeld aan de Knolpower Frisbee. Staat op knolpower.nl, dames en heren. De Rainbow Knolpower Frisbee. De reflecterende. En zo gaan we ook even wat andere spelletjes en dingetjes meenemen. Weet je wat één ding is wat we misschien nog moeten halen? Nou? Een koffiezetapparaat. Ah, dat is misschien wel een goeie. Zo'n mini. Zo'n hele kleine met van die cupjes of zo. Ja, dat is wel een goeie. Of filterkoffie. Maar wij zijn beide niet zo van de filterkoffie. Maar als je dan aan het kamperen bent, is alles goed, hè? Ja, zelfs oploskoffie. Dan zeggen ze vaak beter iets dan niets. Precies. En we hebben zo, dat is wel echt fijn, we hebben zo'n melkopschuimertje. Dus we kunnen alsnog gewoon cappuccino's drinken. Ja, dat is wel super. Dat is echt nice. Oké, ik ga verder inpakken. Oké, dames en heren. Hier zwarte koffie. Espresso. Yes. En dan hier de melk. Ik zie al dat je te veel melk hebt. Ik zie al dat jij heel eventjes moet wachten totdat ik klaar ben. Oké, okay, is goed. Daar gaat hij. Oeh, kijk eens even. Dat is mooi, hè? En dan nu een hartje. 1, 2, hop. Ja, nee, perfect. Wow, dat is best wel gaaf geworden. Ik heb er nog eentje. Deze gaat beter, weet ik zeker. Ja? Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Oh, huh? Oh. Oh. Nou, dit was hem. Mooi, wit kopje. Oké, nee, toch niet. Nee, dat komt echt omdat je hem te vol hebt en te veel schuim. Ah, okay. Maar goed, schat, ik kan het je niet kwalijk nemen. Nee, want ik vind het ook gewoon veel te leuk, dus ik doe het altijd. Ja, dat is wel zo. Maar ik dacht nu van, weet je, Milan die is hier elk moment. En ik dacht, ik doe even een cappuccino klaarzetten voor hem. Oh. Jij was druk bezig met de camper buiten, dus ik dacht, ik maak hem zelf eventjes. Ja, dan zie je maar dat ik het gewoon niet vaak doe. Nee, maar de smaak wordt er als het goed is niet veel minder van. Nee, dat is waar. Heb ik toch weer eventjes gedaan. Het blijft wel leuk om te doen. Ja, ik vind het ook altijd leuk. Maar goed, deze, ik heb hem nog nooit zo slecht gemaakt. Gewoon helemaal wit. Helemaal wit, inderdaad. Deze is op zich alsnog wel leuk. Leuk gedaan, leuk kunstwerk. Hey, en we hebben hier onze kast een beetje leeggehaald. Want we hebben hier lekkere kippensoep.
We hebben hier knakworstjes. Ja, en Chinese tomatensoep. Lekker. En wat is dit? Ertessoep? Zou je dat ook meenemen? Ik weet het niet. Ja, lekker. Ja, okay. Ja, Hollands. We hebben hier pannenkoekenmix. Yes. Nog een pannenkoekenmix. En ik heb hier nog een zakje rode curry. Waarom? Nou, kunnen we het toch ook maken. En dan hoef je alleen maar rijst te kopen en groenten en een beetje kip. En dan, dit is zeg maar de saus wat je er doorheen doet. Oké, okay, goeie. Ja, gaan we gewoon meenemen. Ja. Dat is echt ideaal. Dat scheelt weer. Kunnen we in het voorraadkastje doen. Ja, yep, dat is ideaal. Sowieso knakworst. Super lekker. Zo. Ben je er klaar? Ben je er klaar voor? Ja, joh. Moet je even kijken, joh. De gat komt erin. Ja. Hij heeft ook serieus gewoon speciaal zijn jasje meegenomen. Ja. Omdat het er dan professioneler uitziet. Ja, nu kom, lijkt het wat. Ik kom met die koffer ook binnen, ja. Ja. Maar dit is een goed merk, joh. Ja, nu lijkt het wat. Oké, okay, zal ik stofzuiger pakken dan? Nou, die lamp vangt het wel op. Nee. Dat komt allemaal in die lamp. Ja, daarom. Die zitten daar geen partypoppers in? En dan zei ach joh, er zitten lieve heersbeestjes in. Echt? Ja. En allemaal mooie vliegjes. Ja, dat krijg je. Maar je pakt stofzuiger. Dan vangt die lamp wel op. Nee! Begin hoor. Wacht nou! Even kijken. Even de kopstuk eraf. Ja. Dat is toch ideaal? Doe ik hem even op power. Kijken. Ja. Zo goed? Ja. Het is de eerste keer dat ik in mijn leven geboren. Echt niet. Nee. Tevreden? Dat te groot, ja. Ja. Hij moet er wel wat dieper, maar de leiding loopt zo, hè? Hij heeft een gat geboord. Gaat hij vragen hoe de leiding loopt? Oh, wat een pannenkoek. Ja, dat zit wel goed, joh. Oh, hij heeft ook een tenuutje aan, deze man. Dat moet een beetje bij. Ik zie nu pas wat voor broekje aan heeft. Stel voor, er komt iemand even iets ophangen. Die komt in een meme, kattenbroek. In het roze met een werkjassie. Pet achterover. En die zegt, ik heb hem nooit geboord, hè? Ja. En daarna vragen waar de leiding loopt. Hij moet wat dieper. Oh, joh, ja, maar hij zegt wel, en goed merk, hè, dit. Okay. Hij is een hele dure boord. Wat ben je aan het kloten? Ja, hij moet wat dieper. Zo goed? Ja, hij valt wel. Ligt het dan op? Ja, joh. Nou, nog twee keer. Nog twee keer. Het is alleen een beetje scheef gegaan, dus hij staat een beetje scheef nu. Ja, maar dat maakt niet uit, joh. Je kunt die puntjes die kloppen niet meer. Nee. Misschien is het een draai. Ah, dat komt wel goed, joh. Anders trekt het een beetje bij. Nou, boor maar dan. Kijk dat vingertje. Ja? Denk het. Dat is hem? Zo, ik heb zo hard getraind. Ik kan die camera bijna niet zo grof vasthouden. Oh. Oh, kijk, ik hou de stofzuiger naar beneden. En hij laat alles eruit vallen. Zo. Wat betekent dit? Oh. Als je dat hebt, dan betekent het dat hij niet goed erin zit. En een muur bent buist. Krijg je het niet verder erin? Nee, moet hem wat dieper. Ja, of ik moet hem met een hamer even. Maar, nee, hij moet hem wat dieper. Ja? Ja. Wat Mimi ook zei, hè? Maar neem maar dieper. Neem maar dieper. Nou. Gutter. Deze man gebruikt het handvat van een boor als hamer. Jeetje, Mina. Ah, dit zit niet helemaal goed, maar echt helemaal goed. Weet je nog dat ik die deurbel bij jou voor ging ophangen? Nee, dat weet ik niet meer. Toen gingen mensen ook helemaal stuk hoe ik dat allemaal deed, joh. Ja, klopt. Wat je deed toen, zo'n plug in hout. Ja, klopt. En nu gaan we allemaal even jou uitlachen. Ook daarom wil je dat niet doen. Nou, jij bood zelf aan. En Milan, nee. Nee, jij bood zelf aan. Jij zei, Enzo, ik heb een prachtige boor. Moet je helpen? Kom ik wel hem langs. Ja. Ik zei, nou, is prima. Dat is wel tof. Dat is dit ding, dat is een vermogen, joh, die boor. Ik doe hem gewoon aan twee vast, hoor. Drie is over één. Ja. Dat zit gewoon zelf, hier. Als het zo zit. En ja, wat je er ook aanhangt. Waarom moet die onderste ook vast dan? Ja, nou ja, als jij het zegt.
Hè? Ja, ik zou dat niet doen. Picobello. Het is niet dat er hier harde windvlagen zijn of zo. Nee, dat valt wel mee. Ik heb hem buiten dus. Maar een hamertje kan misschien wel, of ik moet hem wat dieper doen. Ja, ik heb geen hamer. Pittig. Maar dan moet ik hem even... Yes, ik ga hem iets dieper doen nog. Ja? Ja. Maar je hebt ook geen tang dus? Nee. Helemaal niks. Ja, een tang misschien wel. Moet je die hebben? Ja, want die plug zit er nu in. Dus dan heb ik eigenlijk een tangetje nodig om hem zo weer... Nee, ik denk... Oké, man. Ja? Ja. Oh, super, man. Je kent je eigen krachten niet, jongen. Kijk ook dit... Kijk ook dit hangen. Zo fijn. Wat security. Dat draad zo, met die verlengsnoer. Oké, okay, komt-ie, ja? Wat doe jij? Oh, ineens van andere hoek. Zeg je nog hoeveel eruit kwam, dat laatste? Ziek, hè? Slim, hè? Ja, perfect, bro. Perfect. Zo. Heeft de buurman ook gezegd. Heb je schroevendraaier? Ja, dat heb ik denk ik wel. Mooi. Ik ga mijn verhalen. Schroeven draaien. Ja, ik ben niet de complete bouwvakker. Ik wou net zeggen, het is geen complete bouwvakker. Hij gaat wel vragen, heb je dit, heb je dat? Nou, ik ben niet echt een gereedschapman. Nee, ik heb er één. Ik heb hem uitgehaald. Had je te warm, jongen? Ja, zo heet. Moet ik een bakje koffie? Je had nog cappuccino, toch, zei je? Ja, ik ga wel cappuccino voor je maken. Oh, yes. Top. Ik moet er nog twee doen, dus dat is zwaar. Twee gaten in de muur. Oeh. Oh, dat verkoop je hem niet. Originaal meteen. Hij heeft wel mooi licht, hoor. Elke keer zo van onder. Ja, echt, heb ik zelf meegenomen. Een gaaf shot, dit. Ja. Echt top. Bouwlamp, hè? Ongelooflijk. Bouwlamp. Het zou echt grappig zijn als die plug in één keer uitvalt, trouwens. Want dat doet hij al bijna namelijk. Bro, dit kan je niet menen. Oh, dit hoort niet, hè? Oh mijn god. De plug zit gewoon mee. Oh mijn god. Ja, die hoort niet. Nee, dit hoort echt niet. Nou ja, dat doen we alleen anders dan. Gast, wat doe jij? Dat is mijn manier. Yo, ik heb zelf 5 van deze dingetjes opgehangen. Ja, maar jij zei ook, ik heb er 3 uur over gedaan. Nu snap ik. Ja, het gat is te groot, denk ik. Maar dat is een beetje raar, want ik heb de juiste formaat meegenomen. Eigenlijk had ik die andere boor ook mee moeten nemen. Jongen, toch. Had ik dit ook kunnen boren. Oh, kut. Kijk hoe dat erbij hangt, jongens. Ja, ik ben al niet klaar. Hé, hé, hé. Als je een auto half in elkaar zet... Hij laat het schroefje vallen. Oh, hij laat het schroefje gewoon vallen. Hij zegt ook, die ben ik kwijt. Is gewoon klaar, die ben ik gewoon kwijt. Ja, normaal. Ik heb dus thuis in de koffer, heb ik zo'n eentje met een magneet. Ja, dat is wel beter. En dan doe je gewoon dit en dan blijft hij eraan hangen. Ja, ja, dan moet je ze zelf ook meenemen, ja, als je dat fijn vindt. Die heb ik niet. Dat had ik inderdaad moeten doen, dat is mijn eigen schuld. Moest je kontlijm hebben? Nou, misschien. Dat heb ik wel namelijk. Ik moet het huis uiteindelijk ook verkopen, hè, trouwens. Ja, dat verkoop je het ding erbij, toch? Zeg gewoon, ja, dat ding dat hangt hier nog. Dat is handig, hoor, meneer. Handig. Voor wat dan? Ja, weet ik niet. Gewoon voor de VR of zo. En kijk, die plug die draait mee. Oh my god, oh my god. Zie, in de muur draait die plug mee. Ik heb een gat te groot. Het gat is te groot. Ja, 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 ik moet er een onder maken. Nee, maar serieus, bro. Ja, ik zie het. Hoe kan dat nou? Au! Hij zat erin. Hij zat erin. Dankjewel, meneer. Pol. Super, je gaat weer vandoor. Gaan we weer. Met koffertje. Ja, mooi. Hé, hey, weet je nog hoe kan die jas kom? Veiling. Ja, die heb je toen meegenomen. Dacht ik, ja. Ja, inderdaad. Ja, ik vind het veiling. Ik draag hem met trots. Beetje warm nu wel, maar ik wou het even voor de show. Ja, netjes, doe je goed. Ja, die veilingspullen staan live, dus... Oh ja, dat klopt inderdaad. Ik zag het. Ja, ik heb alles al leeg gekocht. We staan boven bij de vakantie. Ja, dankjewel. En spreken. Thanks voor het installeren, man. Doei, Miron. Doei. Bij de vakantie. Wordt gewaardeerd. Stuur de factuur nog wel. Cool. Oh, op morgen. Nou, rustig aan, bro. Joe, hè? Succes bij de volgende klant. Mooi. Hi, To. Lekker een koffie ook. Joe. Hij zegt ook, hoppa. Ja, mooi. Ik ben nog helemaal in de sfeer, joh. Dames en heren, wat een voorbereiding. Het is niet normaal. Ik heb nog steeds mijn KP Active outfitje aan. Ik heb nog helemaal niet gedoucht. Het is 5 uur in de middag. We wilden eigenlijk al rond 2 uur vertrekken. Ja. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dus we zijn al 3 uur later. Ja, we hebben tickets geboekt voor de film in Assen. Dus we wilden daar eigenlijk een lekkere film pakken. Ik weet niet of we dat nog gaan redden.
zou wel heel erg balen zijn, we hadden gereserveerd en alles, maar even afwachten. Ik denk dat het gaat lukken. Ja? Ja. Oké, dat zou mooi zijn. En nu hadden we een lijst en die lag net hier. Die ligt nu daar. Ik dacht tijdens het eten kan ik dan nog even kijken of er nog iets mis. We hebben twee papiertjes uitgeprint en dat is de checklist. Dus ga zonder zorgen op reis. En dit is wel echt een hele goeie om even uit te printen en even aan te vinken. Dit heb ik mijn opa en oma ook altijd zien doen. Maar mijn opa en oma hebben dan wel een eigen lijst gemaakt. Dus ze zijn ooit ergens begonnen en omdat ze al jarenlang met de camper op vakantie gaan, hebben ze een eigen lijst ontwikkeld zodat ze precies weten van check. Check, check. En die hebben ze denk ik ooit opgeschreven en gewoon uitgeprint. En dan kunnen ze elke keer opnieuw vinkjes zetten. Dus we hebben hier twee papiertjes. Dat is onze checklist. En we hebben eigenlijk zo goed als alles aangevinkt. Stekkerdoos, die kun je ook nog aanvinken. Oh ja, die heb ik al. Want die heb ik net ook nog erbij gedaan. Camera en oplader kan je aanvinken. Telefoonoplader. Batterijen kan je aanvinken. Powerbank had je erin gedaan? Nee, maar die powerbank hebben we niet nodig. Koptelefoon. Ja, zo hebben we heel veel dingen. Oh, make-up moet je nog even aanvinken. Ja, die moest ik net nog doen, dus die... Nice, nice. En de föhn, de Dyson wil ik mee. Een rijbewijs, jij hebt mijn rijbewijs in jouw pasjes. Ja, dus die kan je ook aanvinken. Wat hebben we dan nog niet aangevinkt? Navigatiesysteem en opladen, vink me aan. Ja, die is goed. Tablet, laptop en opladen. Ja, vink me aan. Oh, die had je allemaal nog niet aangevinkt, omdat ik dat nog als laatste moest inpakken. Ja, jij moest dat nog inpakken. Petjes, ja. Vink me aan. Ja, ook. Dan hier is dan alles klaar, deze pagina. Ja, de tweede pagina is klaar. Dan de eerste pagina, een maatbeker. Hoeft niet, hè? Nee, hoeft niet. Kookgerei hebben we wel. Ja. Waslijn. Nee, die heb ik niet. Maar die kon ik bij de winkel ook niet vinden. Dus die moeten we dan nog ergens kopen. Vuilniszakken of een afvalbak? We hebben ook niet. Een klein prullenbakje of zo. Die zit ook niet in de camper. Dus moeten we misschien dan vragen of Noël en zo dat meenemen. Ja, inderdaad. Oké. En dan hebben we een deurmat. Ja, die hebben we ook niet, maar die moeten we eigenlijk ook wel hebben, want anders loop je al het zand naar binnen. Ja, dat is eigenlijk wel goed, ja. Dus kijk, de checklist is handig. USB-kabel kan je aanvinken, die hebben we. Paraplu, die staan in de hal hier. Laten we die meenemen. Nee. Ving maar aan. Ving maar aan. En dan regenkleding, hebben we niet. Ja, we hebben gewoon jassen bij ons. Zonnebril kan je aanvinken, daaronder. Oh ja, die hadden we nog niet. En dan bankpas, contant, credits vink ik allemaal aan, dat heb ik. En dan zie ik daar nog een föhn, die moet je nog en de make-up nog. Oké, die paraplu leg ik meteen even in de hal neer op een goede plek, want naast de deur lopen we altijd langs. Ik wist geen eens eigenlijk dat we die hadden, totdat ik nu in één keer aan denk. Ja, ik leg hem wel even klaar. Dus dit is wel echt serieus een goede checklist. Dus, die hebben we nu eigenlijk zo goed als afgevinkt. Kan je de parapluutjes klaarleggen? Oké, perfect. Goed, dan ga ik nog eventjes opfrissen. Ga ik even weer lekker een minuutje koud douchen. We hebben alles ingepakt. Schatje, het gaat gebeuren. Yes. Dit is een hele goeie dat je die even omhoog doet. Ja, het schijnt dat je dan niet kan rijden als je uitgeklapt is. Maar dat had ik jou ook al verteld. Gaan we een keer achterkomen, denk ik. Komt goed. We hebben het gered, dames en heren. Oei, oei, oei. Gered, we hebben het nog niet gered. We hebben het gered om alles in te pakken. Ja. We gaan nu vandoor met de prachtige camper. Yes, yes, yes. Dit wordt nice. Oké, jij gaat met je eigen auto. Tot zo. Tot zo. Nou, dan gaan we, dames en heren. Eventjes de camperdeur open doen. Lekkere hoge instap. Zo, sleuteltjes erbij. Hoppakee, koppelingen in. Zo, en de eerste keer starten is gelukt. Een lekkere luchtverfrisser, lekker zeesterretje. Ik had nog tandenstokers meegenomen. Die heb ik me even in mijn zak gedaan. Zo, het is hier warm binnen van de zon. Zo'n camper heeft altijd zo'n lekkere, grote, dikke stoel. Het zit echt luxe. Oh, lekker hoog. Raampjes open. Wow, is zo nice. Dus ik heb zo weer dat gevoel. Oei, joh. Ah, hij staat in zijn... Oké. Ja hoor, doe maar. Ja, doe maar, doe maar, doe maar. Woe! Nice. Let's go. Nou, ik ga lekker achter jou rijden, denk ik. Ja, is goed. En dan gaan we lekker rustig toeren. Gaan we doen. Tot zo. Ja, Marvin heeft daar de auto staan. Het is zo apart om te zien dat als ik achter me kijk dat ik gewoon een bankje zie daar. En een keukentje en het bed daar achterin. Dat is echt heel erg vreemd om te zien. Zo hé. Er zit hier verder geen bluetooth in of wat dan ook. Dus ik heb eigenlijk de muziekbox nodig. Maar ik weet niet waar Marvin die heeft gelaten. Dus dan doe ik het maar eventjes zonder muziek. Het is 2 uurtjes rijden naar het prachtige noorden. Ja, en ik moet eventjes wennen. Ik moet rustig rijden. Het is een camper en zo. Het is geen Lambo. Rustig rijden. Rustig over de drempeltjes. Keur. Ik hoor al het een en ander heen en weer gaan. Dit is zo leuk. Nou, prachtige Zeist. Doei doei. Bas.
Veel plezier met het knolpowerhuis. Let goed op het huis. En dan voordat je het weet zijn we weer terug. Kijk eens wat een prachtig weer. Ongelooflijk. Hoppakee. Mop, mop. Het is wel heel erg gek. Ik probeerde in de achteruitkijkspiegel te kijken, maar die zit er natuurlijk niet. Er zit hier nergens een spiegel of iets, want als je naar achter kijkt dan heeft dat helemaal geen nut. Oké, goed. We zijn bij het tankstation en Marion die gaat even wat drinken halen. En ik zie dat hier in de auto mijn zonnebril ligt. Perfect. Echt fantastisch. En ik ga dan nu toch even het boxje pakken. Oh, yo! Oh my god. Ik heb de tafel te pakken. Holy shit. Oké, hij zit er weer op. De tafel zit er weer op, geen probleem. Zo, ik heb de box. En ik heb ook deze camera. Het is wel echt een super toffe camera. Misschien kan Marion even een foto van mij maken. Hola! Hola Chico! Dankjewel voor je bestelling. Ik heb je camera gevonden. Ik bedoel je bezorging. Ja, ik dacht misschien kan je een mooie foto van me maken. Oké, ik heb hier dus de box voor mijn telefoon. Dat is perfect. Oh, die box is nog maar één streepje. Let's go. Oké, de box doet het. Nice. Moet je een beetje eruit hangen. Ja, ik ga eruit hangen. Het is wel leuk, we gaan allemaal van die Polaroid foto's maken. Mooi hoor. Ja. Nou, laten we er maar even in zitten dan. Ben ja, benieuwd. Ja, goed. Ik ben ook benieuwd. Tot zo. Tot zo. We zijn aangekomen op locatie. Yes. Dus top. Hé, ik heb het ook opgelost, de airco-systeem. Ja? Ja. Ik hoor hem blazen heel erg hier. Ja, omdat ik gewoon goed heb gereden. Huh? Nee, maar weet je wat het was? Nou, je had die koude ding niet aangezet. Ik zie het lang. Ja, deze stond niet aan. Dus het was zeg maar zo dat ik had de airco aanstaan op 4. En ik had hem op zijn allerkoudst gedaan. Dus allerkoudst en dan deze helemaal naar 4. Nou, hij was aan het blazen. En al een uur lang. Langer dan een uur zelfs. En ik dacht, het wordt maar niet koud. Dus ik zei tegen Marion van, die airco, ik weet het niet hoor. Misschien moeten we die even nog na laten kijken. En toen had ik ook in gedachten, want best wel chill dat we eigenlijk nu nog hier even zijn bij de ouders van Myron. Dat we niet meteen nu weggaan op reis. Want vader van Myron, schadeherstelbedrijf, auto's. Ik denk, ja, misschien kan hij even naar kijken. Maar ik moest dus alleen even dit knopje indrukken. Nee, super hè. Dus je had later helemaal koud. Hé, waarom gaat het nu niet aan? Nou, hij ging eerst in één keer aan. Nu niet meer. Oh, hij staat niet aan. Daarom misschien. Ah, kijk. Even wennen allemaal, hè. Hey, vind je dat lekker, dat geurtje, die ster? Dat ruik ik niet. Nee? Die heb ik erin gedaan. Pak hem eens dan. En ruik dan eens aan je neus. Doe hem dan eens aan je neus. Oh ja, die is wel... Wow, die is lekker, heel fris. Ja, die is lekker. Oh, die heb je erin gedaan. Geniaal. Ik dacht dat zij dat erin hadden gelaten. Nee, ik dacht die is wel lekker. Lekker luchtverfrisser. Oké, leuk. Nou, top. Ik heb de box hier mooi tussen gezet. Dat is echt ideaal. Kan ik precies hier zo tussen klikken. Kijk, hier kan je eigenlijk je telefoon in doen. Daar is het voor gemaakt. Kijk, kan je zo je telefoon erin doen. Zie je dan? Dan blijft hij staan. Ja, dan moet ik hem even lokken. Kijk, nu is hij goed gelokt. Kijk, zo. Hij zit onder nog niet goed. Nu is hij goed, zie je? En dan kan je gewoon een snoertje erin doen. Hier hebben we allebei een USB. Dus we kunnen gewoon een USB'tje zo hierin. En dan, hoppa, kan je navigeren. Maar deze kunnen we ook wel ergens anders monteren. En dan gewoon deze hier zo laten staan. Ja, super hè? Dus we hebben gewoon een box hier. Kijk, dan zie je? Blijft ook gewoon staan. Oh, wat lief. Lief hè? Dankjewel. Alsjeblieft. Echt lief. Check dit. Nice! Geniaal. Heel leuk. Dankjewel. Hey, maar deze kunnen we gewoon op de camper plakken nu. Ja, ergens. Ja, het is wel huis en knal nu. Ja, dat is geniaal. Al zo voor op de draad. Ja. Want dan hebben vrachtwagenchauffeurs ook, toch? Ja, daaronder hebben ze een naam van hun kinderen of een vrouwtje. Ja. Check dit, dames en heren. Huus de knol. Kijk eens even. Ja, we hebben Kim al een hele lange tijd niet gezien. En ja. En nog even het verjaardagscadeaus gekeken. Kom eens even knuffel geven op film. Dan gaat de schoen aan. Ja, heel cool. Dankjewel. Die heb je toch al een keer gezien, deze? Ja. Ik heb andere peentjes er nu in. Swag, girl. Ik heb eventjes een dongle uitgepakt. Want het lijkt me wel handig dat als we met camper weggaan, dat er goed internet is. Tenminste, zo goed mogelijk internet. Dus heb ik een dongle meegenomen. Die is op dit moment eventjes een update aan het uitvoeren, zoals jullie kunnen zien. Updating device. Hier zit een simkaartje in. En daar staat genoeg internet op om hopelijk alle vlogs op tijd online te krijgen. Dat wordt echt wel een uitdaging. Maar
maar de uitdaging is leuk. Dus hij is nu even een update aan het doen. Ik ben hem even helemaal aan het opladen, zodat het ook allemaal gefixt is. Dus veel dingen om rekening mee te houden. Maar het gaat allemaal goed komen. Ik ga ook nog eventjes mijn drone aan de lader doen. Wat andere batterijtjes, zodat alles gewoon 100% volledig opgeladen is. Schuilen lig je op mij. Schuilen lig je op mij. Hoe gaat hij ook weer? Ja, ik wist het. Oh, middernacht. Schuilen lig je op mij. Oh, middernacht. Oké, anyways. We zijn nog even naar de film geweest. Was superleuk. We gingen naar de film Thor. Zijn niet altijd positieve reacties over, heb ik gelezen. Maar op het begin was het ook wel een beetje vaag. Maar uiteindelijk wel gelachen. Vooral bij die geiten. Ja, dan moest je elke keer zo hard lachen. Ik moest zo hard lachen. Elke keer gewoon echt hard op. Dat heb ik niet snel bij een film kijken. Al helemaal niet in de bios. Maar ja, ik moest gewoon heel hard lachen. Dat was leuk. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. We gaan lekker slapen. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En nu is het echt heel erg dicht bij de camperreis. Super veel zin in. Tot morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.